Op recreatiepark Schatzenburg bij mijn naam is de uitspraak van de Raad van State het onkom. Op verziek van de gemeente is permanente bewenning net langer tastien. Dat besjut dat saneerde seizoensmigranten, buitenlandse arbeiders die voor 2 maanden legaal in Friesland werken, ook net meer op Schatzenburg verblijven kunnen. En dat zou de financiële deerstek voor het recreatiepark wezen. Dit gaat gewoon om tijdelijke verhuur. Tijdelijke verhuur moet kunnen. Dit zijn ook mensen uit de EU. Dit moet gewoon kunnen. En jou bent ervan afhankelijk? Ik ben ervan afhankelijk en dit is ook binnen de wet. Parkbeheerder Van Boma baseert hem daarbij op een overeenkomst met de gemeente uit het Verlienen. Daarin stelt wordt dat seizoensmigratie van een bepaalde periode en controleerbaar wel mogelijk wijze zoe. Ja, ik heb dat al eerder gezegd, dat het crimineel gedrag is, maar ook eigenlijk een criminele organisatie. Dit hebben ze van tevoren bekokstoofd, dit hebben ze van tevoren weer beraamd. Ze gaan voorbij aan afspraken die zwart op wit staan. Ze gaan bij aan overeenkomsten die zwart op wit staan. Ik heb hier geen andere woorden voor. Neffens wethouder Pen van mijn Namradiel gaat het hierbij liekwels om een oude overeenkomst. En is in het nieuwe bestemmingsplan, dat lettermaken is, krijgt op fysiek van chalet-eigenaars opnomen dat seizoensmigranten net welkom binnen. En die arbeidsmigranten, die, dat, met alle respect, die zitten jongens waar ze bij me komen, die binnen wel eens wat rustig. Daar krijg ik dus les mee, maar de orenrecreant die er zitten. En die rennen bij mij ook al, om eerlijk te wijzen, ja, een beetje de door op plat. Waar ben ik bezig met een handhavingsprocedure nou al? Die rent al. En dat door waar krijg ik op dezelfde manier als het bij Barredeel gebeurd is. Dus die meesten dwingen mij gewoon om handhavend op te treden. Dit was een deal met Lutepen, staat er ook in omschreven. Volgens mij heeft hij of Alzheimer lijdt, of ze doen dit expres. De wethouder pikt de misledigingen net langer en hoe waag het nou juridische stappen. Ja, meneer Van Boma meert wel eens vaker dat hij criminelen betrapen. En dan verwijs ik even naar 3 of 4 weken verliend toen hij 40 fietsen van het park, al weet ik hoeveel uit de politie ophelden liet, omdat er zei dat Polen die stil liet. Nou, de volgende dag wien zou weer waarom. Dus ik denk dat meneer Van Boma het beter onderscheid maakt tussen crimineel en net crimineel.